wagen. Ja, verdacht voertuig op de golfbaan krijgen we een melding van. Zin in. Nou, gaat er meteen vandoor. Hey, staan blijven. Een aanrijding. De verdachte is er vandoor gegaan. Hallo, hoi, hoi, hoi. Binnen, iemand met een wapen. Ga maar naar binnen, kom maar, hup. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPDV en morgen en vandaag stormt het echt mokerhard. Dus wij blijven zo veel mogelijk in het voertuig zitten. Maar mocht het nodig zijn, zijn we natuurlijk wel inzetbaar voor de noodhulpmeldingen. De meldingen staan aan. Ik moet even kijken of mijn licht ook aan staat. Nu wel. We zullen vast wel meldingen krijgen van mensen die over pleinen waaien en zo. God, dat film. Hey, ik hoop echt dat het goed gaat met de slachtoffers, maar ik moest er wel een beetje hard om lachen. Ik was aan werk. Het was vrij rustig die dag. We hadden nieuws opgezet en we zaten dan met alle verpleegkundigen een beetje tv te kijken. En opeens zien we op het nieuws al die filmpjes van containers die omwaaien. Vrachtwagens die omwaaien. Daken die van huizen waaien en opeens mensen die van het die over een plein in Den Bosch waaien. Ik dacht van wat in godsnaam is dit. Ik krijg de eerste melding vandaag voor een fiets die wordt gestolen. Hoi, mag je even stoppen? De fiets is niet van nu, geloof ik. Hoi, kom eens hier. Kom eens hier. Even luisteren. Ga afstappen. En bij deze aangehouden. Ik wil eerst een ID zien. Ik kan niet zien of het de fiets van haar is. Maar goed, we krijgen een melding gestolen fiets. Mevrouw doet aan het signalement en mevrouw de fiets doet aan het signalement. Ik ben bij deze aangehouden niet te antwoorden verplicht. En nu wordt zo snel mogelijk overgebracht naar het bureau. De fiets moet natuurlijk ook iets. Oh, Wim zit een beetje raar op deze fiets. Goed, dat is niet goed voor je rug als je zo gaat zitten. Oh, kijk eens, de T6 kan hem meenemen. En dat gaat de T6 ook zeker doen. Dat is gehoord. Hoi. Ze is voor jou. Hoi. Hoi. Oh. Nou, even kijken wat op de golfbaan los is. We krijgen vaker meldingen van overlast. En nu ook. Verdacht voertuig op de golfbaan krijgen we een melding van. OC 12-1, we waren al van plan om even te gaan kijken. Dus bij deze. De melding verdacht voertuig en het witte bolletje op de kaart zullen losstaan van elkaar. Maar ik dacht, nou, we kunnen ook hier trouwens afsnijden. Ik pak altijd wel via daar. Ik zie nu dat hier ook gewoon de golfbaan op komt. Even opletten wat een rivier of wat een... Wat water is en wat een plas water is. Want je hebt hier heel veel plassen water, maar je hebt ook gewoon water, zoals hier. Dus voordat we ergens in vallen, om het maar even netjes te zeggen. Goed. De eigenaar van het sportpark zal ook niet helemaal blij met ons zijn. Of van het golfpark. Maar ja, ook niet met deze auto. Krijg je een vermoeden dat deze gestolen is? Daarom even een kentekencheck doen. Oh ja, remt hij weer opeens zomaar. We zijn flink vies, modderig. En hij zit daar gewoon te golven. Target Edward, King. Goed, het voertuig staat op als gestolen. Ja, daar zit zelf gewoon te toeteren, die vrouw. Hallo.
Wil even een ID zien, alsjeblieft. Mike, kom. Ja, dat lijkt me sowieso een vrouwennaam. Maar goed. Zit hier vragen. Goed, mevrouw, u mag even uitstappen. Ik ben aangehouden voor mogelijk rijden in een gestolen voertuig. Niet de antwoord verplicht, regel maar advocaat. Wilde die raadplegen, dan mag dat. In ieder geval, het voertuig staat niet op uw naam en ja, dat. En het staat op als gestolen. Eén collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest on a Magway vendor drive. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoor. Nou, die kunnen we niet hier laten staan natuurlijk op de golfbaan. Ik heb er nog even gefouilleerd, of toch niet? Oh nee, dat was ID. Lekker bezig. Goed. Ah, dan komt hij al op de takelwagen. En dan gaan we door. Hoi. Dan gaan we even hier afsnijden. Oh. Nou, we kunnen het dan maar beter even bovenom gaan. Dan slopen we niet het hele park. En dan kunnen we wat harder rijden. Wat zijn we nou hier aan het doen, jongens? Wat zijn we nou aan het doen? Nou, laat ze maar gaan. Ik ga er echt niet achteraan racen. Want we zijn aan het racen. Ik krijg een melding van een voertuig zou verdacht bezig zijn hier om het hoekje. We gaan eens kijken waarom die verdacht is. In ieder geval wel haast. Oh, daar zijn die racers weer. En rijdt hier de rood, want ik geloof niet dat ik het heb gezien dat het groen was. Heeft er zin in? Oh, gaat er meteen vandoor. Hey, staan blijven. Even stoppen. Oh. Hoi, staan blijven. Je komen. Goed zo. Schaduwduwtje. Volvo hierheen. Oh god, Volvo. Goed zo, ik ben aangehouden, niet van verplicht. Ja, de rest hebben we nu al vaak genoeg gezegd inmiddels. Maar die Volvo kan ook niet rijden. En je gaat naar het bureau. Met een collega van mij. Er komt meteen weer iets nieuws. Prio 1, melding. Het transportje mag er snel zijn en dat is er ook. Hier zo, hoi. Ik ga door naar een Prio 1. De eerste echte Prio 1 geloof ik, ja. Een aanrijding. De verdachte is er vandoor gegaan. Links heeft mij gezien. Dus we gaan een verhaal aan horen. Ik heb zicht op de verdachte. Goed. Dat is verhoord. Zij gaan een ambulance ter plaatse. Slachtoffer in kritieke toestand op straat. Ik hoor hem al aankomen. Hoi. Vertel even wat er gebeurd is. Kom even. Blue Color Primo, de 43W. Oké, goed. Hoi, jullie gaan het hier verder oplossen. Goed zo. We zitten even in eenhedennood. Dus dat betekent dat wij ook meteen even de verdachte moeten gaan zoeken. En die is hier mogelijk omgedraaid en die richting opgereden.
Het zou marineblauw zijn. Ik kan me er wel iets bij voorstellen wat voor een kleur blauw dat is. Met 4-3 whisky als laatste bij het kenteken. De laatste drie letters, cijfers, iets. Ik moet ook even kijken wat de stipjes nou allemaal zijn, want ik zie meerdere stipjes op het op de kaart staan. Dit is hem, hè? Ja. 2010, we hebben zicht op de verdachte. 1/12. Stop voorstel aan. Dat is maar hoor. Lijkt mee te werken. We gaan even kentekencontrole doen. Okay. Hij wordt gezocht. Ik kan alleen niet zien waarvoor. Oké, moet even opletten met hem. Kan een gevaarlijke verdachte zijn. Oeh, daar heb ik geluk. We gaan even een eentje erbij, zeg. Of prio en schat. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Rockford Hill. Hallo. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij wil handen zien waar ik ze kan zien. Of handen, handen houden waar ik ze kan zien. Oké. Jammer, ja. Goed. Oké, okay. Ik wil graag even ID zien. Mag even uitstappen, u wordt voor meerdere dingen op dit moment aangehouden, blijven staan. Of mogelijk, hey, staan blijven. Hier komen. Je gaat meewerken. Daar ben ik vrij duidelijk in. Goed, ik ben aangehouden voor doorrijden na ongeval en u wordt sowieso nog gezocht. Transportbusje, wat moeten we toch zonder ze? Nou, zal maar hier instappen dan. Want, met jou kan er ook niet veel zo. Als jij zo blijft staan. Kijk eens. En we gaan maar door. Redelijk druk tot nu toe met verschillende meldingen, prio 1, prio 2 en andere eenheden zijn ondertussen ook bezig. Niet helemaal hoe je een bocht maakt, hè. Ja. Vrachtwagen, ja, rijd door dan. Even kijken of hij zijn vrachtwagenrijbewijs wel heeft. Voordeel van de twijfel, we hebben in ieder geval even een prio 2 melding. Zou wat haast hebben omdat het voertuig met pech langs de weg staat, zoals jullie zagen. We kunnen even snel een grote oranje mee. Maar mogelijk dat hij toch wel op een onhandige plek staat, zoals je ziet. Eigenaar is er vandoor gegaan, zo te zien. Wat rook uit.
kijken of we de brandweer nodig gaan hebben. Nou, is het te zien. Er is gewoon rook aan een telefoon. Ik weet niet wat die daar deed. We gaan een bergingsbedrijf vragen of ze even het voertuig willen afslepen hier zo. En wij gaan even kijken of er iets met het voertuig aan de hand is. Waardoor de eigenaar gevlucht is of ergens schuilt. James Dougal. Ik mijn voertuig, waarschijnlijk hebben we niks met de eigenaar dan. Anders krijg je wel dat de eigenaar gezocht wordt of iets. Dus, dankjewel, oi oi. Ja, het rode stipje wat jullie steeds op de kaart zien, nu weer hier, toen net weer daar. Dat is van een, ja, dat is van die fiets geloof ik. En daar kan ik niks mee, want ik kan die fiets niet, die hebben we niet af laten slepen. En anders zagen jullie hem alsnog geloof ik steeds in beeld. Maar ja, daar kan ik even niks mee. Dus dat is niet tot daar iets gebeurd wat ik nu steeds zou missen. Dus jullie hoeven niet in een reactie te zeggen, ja, je mist iets, want er is steeds een rood bolletje. Nee, dat is gewoon die fiets van de eerste melding. Zware vesten gaan aan voor een. Overval. Mogelijk met wapens. Is een Prio 1. Maar alleen met blauw en nu gaat blauw zelfs uit. We zijn dan ten eerste al. En ten tweede willen we natuurlijk niet de verdachte. We hebben even een collega met Prio 2 gevraagd. En of het AT-team met Prio 1. Omdat AT naar binnen mag. Daar is de collega. En AT-team mag zo snel mogelijk komen. Om mogelijk op te lossen. We houden even het pand onder schot. In ieder geval we waken de uitgang. En we wachten op het AT. Geen verdachte te zien. Oh. Die denken van laat maar zitten, ik ben nu weg. Dus we staan er alleen voor. Ik geloof dat AT ook niet komt. Ik kan hem zelf oplossen. Oh, nou ja, hallo. Hallo, komt er toch een AT? Want dit ga ik niet oplossen hoor. Ik weet niet eens hoe het moet. En dan komt die weer. AT misschien helemaal niet opgeroepen. Oké. AT te plaatsen, IBUC. Voor alle wagens. Ja, nu komt de AT wel. Alle wagens. Het AT is onderweg. We have a 1099 en. Ze komen ofwel in de RS6 ofwel in de Touran 2011 of iets anders. Nee. Zo een Touran. Ah, RS6. Yo, wat tijd ter plaatse. Hallo, oi, oi, oi. Binnen, iemand met een wapen. Ga maar naar binnen, kom maar, hup. We gaan samen, ik moet de leiding nemen, blijkbaar. Politie! Goed zo. Goed zo, keur zo. Oh nee, ik hoef het geld. Sorry, Wim is een overvaller.
kom je even weg. Dat lijkt me wat handiger. Dan kan ik mijn vrouw aanhouden. Many thanks. Oh, er wordt geschoten. Er wordt geschoten. Er wordt geschoten. Meekomen, zo snel mogelijk. Transportje. Eén collega vraagt om een assistent. En je gaat hier op knieën zitten. Oké, keurig. Dat is verhoor. Even denken. Alsjeblieft. Hey mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga snel naar binnen. Of snel zitten eigenlijk. En dan ga ik mijn dienst eindigen. Het was een drukke dienst in de noodhulp. Veel incidenten, maar niet wat te maken had met het weer. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie heel graag bij de volgende video. En tot dan. Doei.